sta hier aan de Bokmolenhoeve en zoals je kan zien en horen, heeft hij veel meer te bieden dan alleen maar een lekkere kaart. En Sabine die gaat me daar alles over vertellen. Dag Sabine. Dag Ellen, hey. Goedemorgen. Hoe is de Bokmolenhoeve eigenlijk ontstaan? Dus het pluimveebedrijf bestond al vele jaren. En de klanten vroegen regelmatig, kunnen we hier niet iets drinken of iets eten? En in het jaar 96 zijn wij dan begonnen met de Bokmolenhoeve Taverne, aangezien mijn man Luc een hotelschoolopleiding heeft gevolgd. Ja, het was zijn vader die dat het pluimveebedrijf had. Dus eigenlijk zijn ouders. Zijn ouders begonnen en dan mijn schoonouders. Dus we zijn dan verder gegaan en dan nu heeft mijn schoonbroer en schoonzus de zaak overgenomen. Ja. Ja, het is hier fantastisch mooi hè, met al die vogels, maar er is nog meer. Ja, we hebben toch een uniek concept. We hebben het Everslaarbos waar je eens gezellig in kan wandelen. We hebben een mooie speeltuin, een verwarmd terras en binnen is het ook altijd gezellig vertoeven. Heel veel troeven, maar ook een lekkere kaart. Hè. We hebben een suggestiebord waarin volgens de seizoenen de suggesties wisselen. Asperges, mosselen, wildsuggesties. Maar we hebben ook een vaste kaart met hele lekkere salades in de zomer, lekkere pannenkoeken, ijs. Een unieke bierkaart voor ieder wat wil. Ja. En jouw man, Luc, die staat in de keuken dan? Die staat in de keuken. Wil jij hem graag eens aan het werk zien? Ja, heel graag. Kom maar mee, Ellen. Voilà, dankjewel. Dag, Luc. Dag, Ellen. Wat ga jij vandaag klaarmaken? Laten we zeggen dat we iets klaarmaken uit de tuin, hè. Ja? Ja. Een Mechelse koekoek. Ah, voilà. En die is hier groot geworden. Zo zou het kunnen zeggen, ja. Ja. En hoe ga je de Mechelse koekoek bereiden dan? Ik ga hem bereiden met de typische Lokerse producten. En dat zijn? Ah, ik heb hier het Cesarbier. Ah ja. En de ontbijtkoek of de peperkoek, pompoek, lekker, zou ik lekker, zeggen, lekker. Van Lokerse bakkerij van het huis De Vrezen van Loo. Ja. En waarom kies je daarvoor om met die streekproducten te werken? Oh, het is altijd leuk om de plaatselijke handelaars of producenten een beetje te steunen. Ja. En als de producten lekker zijn, waarom zouden ze dan niet kiezen? Ah, voilà. En waarom komen de mensen nu speciaal naar hier, denk je? Oh, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom mensen naar hier komen. Ik denk voor de sfeer. Een beetje thuiskomen zou ik zeggen. We hebben heel veel vaste klanten, ik zou het zo zeggen. En ja, ik denk ook dat we mogen zeggen dat we een fijne keuken hebben. Een keuken die steeds werkt met verse, seizoengebonden producten. Ja. En we slagen erin om toch alle weken meer als één, soms drie, vier suggesties op ons suggestiebord te plaatsen. Dat wekelijks verandert. En, waardoor we geen eentonigheid hebben op onze kaart. Dus iedere keer als je binnenkomt is er wel iets dat je graag lust. En mensen kunnen dat ook altijd terugvinden op onze website of op onze Facebookpagina, waar we eigenlijk wekelijks onze gerechten kenbaar maken. Ja. En ze komen daarop af. Ja. Ik zou zeggen, Ellen, neemt u maar een plaats aan tafel. Ja? Oké. Okay. Want dan kan je daar iets van proeven, hè. Oké, okay, fantastisch. Ik ben benieuwd. Tot zo. Dank je wel. Ik zou zeggen, iets makkelijk. Dank je wel, ben benieuwd. Als je op zoek bent naar ergens waar je lekker kan gaan eten en je wilt ook genieten van het uitzicht en de rust, dan moet je zeker naar de Bokmolenhoeve komen. Smakelijk.